Het is 22 september, de opening van de tentoonstelling De Andere Werkelijkheid van Paul van Loon. Het is zover, hij gaat vandaag open. Je komt dus hier binnen in de algemene entree. Eigenlijk kom je binnen in de soort werkkamer van Paul van Loon. We hebben die al enkele maanden geleden leeggeroofd, alle spullen van hem gepikt. En die staan hier allemaal in de kasten, allemaal persoonlijke spullen, cadeautjes van fans. Noem het maar op. Daar zit Paul van Loon op zijn troon, in zijn werkkamer. En die heet je welkom. Hier nog een vitrine. Die dus de hoeveelheid fanmail, dus echt dozenvol. Kijk, er staat ook nog een mooie stoel die van een fan gehad hebben, gitaar. Dus hij krijgt allemaal cadeautjes. Nou ja, Paul van Loon staat natuurlijk bekend om zijn brillen. En dan kom je vervolgens in de ruimte. En wie kom je dan als eerste tegen? De Griezelbus. Maar dan de decorversie. Want de echte versie staat buiten het plein. En die is ook helemaal te gek. Maar dit is dan de decorversie. Enorm lang. En eigenlijk is dit de hoofdgang door de tentoonstelling. Als je de bus doorloopt helemaal, kom je steeds in andere landjes. En dat maakt het wel erg grappig. Er zijn mensen die mij al gevraagd hebben, hoe heb je die bus binnengekregen? Nou, dat zal ik je nu even laten zien hoe we die binnen hebben gekregen, namelijk zo. Nou, dag 1 in Venlo. We hebben de bus al groot staan. Morgen wordt hij rood geschilderd. Morgenochtend komen de schilders en dan gaan ze hem rood verven. Even ter illustratie hoe lang die wordt. Volgens mij uit mijn hoofd 26 meter. Dus dit is de neus. Die wordt dadelijk rood. Hè? En lampjes gaan branden en zo. Kijk, en dan wordt hier de bus. En dan heb je hier. Vloer. Vloer. Laatste vloer. En dan staat hij zo. Kijk. Zo lang is die bus. Staaltje werk, toch? Dit is een wand waar echt. Dit is eigenlijk de reden waarom Paul van Loon schrijver is geworden, wat hier hangt. Hij wilde eigenlijk illustrator worden, maar ja, hij vond schrijven uiteindelijk toch leuker. Dus als je dat maar gaat doen. Ja, dat zou ik ook doen. Wat je leuk doet, moet je doen. Nou, dan heb je de bus hier, heel prominent aanwezig. En dus het is de bedoeling dat je steeds de bus in gaat. Als je het niet doet, is het ook goed. Lang leven de vrijheid. Je gaat dus de bus in. En dan loop je dus als het ware. Door heel de tentoonstelling en waar je moet zijn, waar je wil zijn, stap je uit. Dus kijk, dit is de bus. Enorme lengte. De king size bus. Stretch version. Nou, en dan eigenlijk vanuit de bus kan je dan de landjes bezoeken. Nou, we zien hier rechts. We zien hier fuchsia al, de heks. Oeh, wat een enge. Dus dit is het fuchsia land. De roze gras, mooi uitgelegde okkie. En in het fuchsia huisje zitten. Zit hier een hele enge man. Dat is Domien. Ja, ze nemen een beetje de maling. Nou ja, de verbeelding spreekt ook bij deze mensen al. Nou, dit is dus het fuchsia landje. Met echt spullen uit de film, dat is natuurlijk voor de fans heel leuk om te zien. Die hele mooie hoed, een houten poot, schoenen. Dit is een toverdrank mengspelletje. Ziet er nu een beetje overbelicht uit, maar dat is in het echt heel anders. Nou, dit is fuchsia, je kan het huisje in. En dan kun je dus van alles doen. Je mag overal aankomen, je mag gewoon. Vooruit dan maar. Kom maar even. Nou, hier zit Domien, onze wijze oude heks. Oké, jongens, nou ik ga weer door. Dag hoor. Niet meer lastig vallen, hè? Dan gaan we weer terug de bus in, zoals het hoort.
Hoeft niet, maar toch. Terug de bus in, up, weer die lengte. Dan ga je dus in de andere kant. Aan de andere kant van Fuchsialand kom je bij Dolfje Weerwolfje. Dolfje Weerwolfje, zijn slaapkamer is hier te zien. Moet je voorstellen. Kiphok, daar kunnen kinderen ook weer van alles doen. Ik ga gewoon weer terug de bus in. Ik ren er een beetje doorheen, want het is veel. Ik kan echt niet alles laten zien, dus je moet gewoon heen gaan. Want ja, er is echt genoeg te zien en te doen en mee te maken vooral. Dan komen we nu bij meester Kikker. En meester Kikker is een schoollokaal. Trouwens, alle props en zo zijn is door Erlie bij elkaar geharkt en verzameld. En echt heeft ze echt waanzinnig gedaan. We hadden echt een enorme hoeveelheid waanzinnige props. Dus ja, dan ziet zo'n schoollokaal er ook echt uit als een schoollokaal. Erlie, bedankt. Nou, meester Kikker, dat is een meester die verandert af en toe in Kikker. En dan daar hangt er ook een ooievaar voor het raam. Die is trouwens ook uit de film. En die ooievaar die denkt, hey, ik ga meester Kikker opeten. Maar als meester Kikker aanvoelt komen dat hij kikker wordt, rent hij naar de wc om zich te verstoppen. Nou, hier heb je dus echt een wc'tje. We hebben hem wel geblokkeerd, want anders zouden mensen kunnen denken, goh, laat eens een goede bout draaien. Dat kan niet in Museumland. Nou, dan gaan we weer terug. Dan gaan we aan de overkant weer bij de Griezelbus, maar dan het hoofdstuk de Griezelbus. Dus niet de bus zelf, maar het thema Griezelbus. Ja, dit is wel een mooie afdeling, uitgelegd door Okkie. Alle units zijn uitgelegd door Okkie, die heeft echt goed zijn best gedaan. Zoals alle andere jongens hier trouwens, ze hebben echt allemaal keihard gewerkt. En, ja, echt te gek gedaan, echt. Ik ben trots op ze, echt trots. Ook hier heb je weer allerlei hands-on en lichtenswaardig. Kijk, dit is dan een spel. Moet je even zelf uitzoeken. We hebben de verdwijnstoel. Kijk, er is in de crisisbus komt de verdwijnstoel voor. Als je dan gaat zitten, dan kan je hier verdwijnen. Ja, ook weer Erlie. Die heeft gewoon ergens bij een kruis geroofd. Of gekocht, weet ik niet. Ga ik eens vragen aan haar. Dit is dan de tafel waar je allerlei dingen kan uitvinden. De soundscapes die je hoort, ik weet niet of ze toren zijn, maar die zijn gemaakt door Tijn Smit. Ook goed werk gedaan. Ja, kortom, we hebben allemaal goed ons best gedaan. Uiteindelijk kom je in de lounge. Nou, dit is een ruimte waar je eigenlijk op je gemakje kan gaan lezen. Je krijgt tips hoe je een boek zou kunnen schrijven als je het zelf zou willen. Je kan gewoon relaxen, je kan even nog een neutje napraten over de tentoonstelling. Heel centraal hier staan de Ravelijn kostuums. Dat zijn kostuums die hebben ze gebruikt in de Efteling. Die kregen we via Paul ook aangeboden. Nou, echt heel mooie kostuums. Die hebben dus een heel prominent plekje gegeven. Kijk. Ik ben blij dat ik zit. Ik heb wel echt 3 weken heel hard hier gewerkt. En maanden in de werkplaats. Ook aan de bus, de echte bus, die dus beneden staat. Dus kortom, ik heb wel een beetje rust verdiend. Ik ben een beetje kapot. Vanavond vieren we feest dus. Ja, en dan ga er maar heen. Dan ga je het allemaal zien. Kortom, veel plezier als je gaat. En laat me maar weten wat je ervan vond.